Ja, high five. Anouk, we gaan gewoon met filmen. Gaan beginnen. Yes. Wij hebben het vandaag over een onderdeel van materiaaleigenschappen. Zou je de telefoontjes weg willen doen? Ja. Oké. Waarom doe je dit met je telefoon? Ja, hij kan het hebben. Ja, dat is het. Hey! Ja, dat is gisteren ook, hè? Nee, gisteren. Oh, ik was er niet. Hier, hé, hij moet het ook gezien, boy. Wat heeft hij? Ja, op de deppen. Oh ja, oh, ik heb niet gezien, hè? Ik had wel gezien, maar ik dacht van, wat doet hij nou? Dat ook een film, Sylvia, hè? Dat hij is op de film. Ja, dat heb ik ook. Oké. We gaan het hebben over een eigenschap die je bij stoffen kunt aantreffen. Het gaat per slot van rekening over eigenschappen van stoffen en moleculen. En dat is hoe je zeg maar energie van de ene kant naar de andere kant kan brengen. Het heet warmtetransport. Terwijl ik dit zo bedenk, transport, even een vraag. Dat is een tijdje geleden was het een idee om zeg maar voor vers drinkwater een grote ijsberg van de Noordpool af te hakken en die zeg maar met een sleepboot te verslepen en dan verkopen. Heel, heel groot, heel koud, hè? En het was zo koud dat zeg maar, als ze aan zouden komen bij de haven, dat er nog steeds een heel groot stuk ijsberg overeind zou zijn. Nog voldoende ijs. Hoeveel energie zou er in die ijsberg zitten als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld, laten we zeggen, Ian? We nemen Ian. In Ian zit een hoop energie. Toch? En we gaan dat vergelijken met zeg maar, de energie die in de ijsberg zit. Nou, maar waar zit de meeste energie in? In de ijsberg. Of de ijsberg? In de ijsberg. Pannenkoeken. En Ian is een pannenkoeken. Ian, hoe schrijf ik je voornaam ook alweer? Een I en een Griekse ei, toch? Ja. Een N. Nee, gewoon een N. Ja, toch? Ja, een I. Het is een E, maar het schijnt wel. En ijsberg. Nou, mijn naam schrijft ook altijd. Ik moet even zeker zijn. Wie gaat voor. Oh, Ian! Wie gaat voor Ian? De meeste energie zit in wie? In of wat? In Ian of de ijsberg? Ian! Handen graag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7 keer. Ijsberg. Wie gaat er allemaal voor de ijsberg? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zo, wat is ook voor mij de was? En er is een onthouder. Mensen geloven niet in. Oké, mensen geloven wel in Ian. Maar het punt is dat als je gaat kijken naar het aantal bewegende moleculetjes. Hè, ik denk dat de ijsberg wint. Want als je gaat kijken naar een molecuul met geen of bijna geen energie. Is dat die gewoon stil. En bewegende moleculen, hè, beweging, bewegingsenergie, hé, daar hebben we het al, energie. Die bewegingsenergie, nou, dan kun je ook zeggen warmte. Die bewegingsenergie, hoe snel dingen bewegen, dat heeft een maat voor de temperatuur. Dus de energie die erin zit, de warmte die ergens in zit, is niet gelijk aan, zeg maar, de temperatuur. Maar het is wel een maat. Voor zeg maar hoe snel de moleculen bewegen. Nou, die ijsberg zitten heel veel moleculen die niet zo heel snel bewegen als in Ian. Maar omdat het gewoon mega veel van die dingen zijn, zit er gewoon meer energie opgeborgen in die enorme grote ijsberg dan in, nou, gewoon ook een flinke persoon als Ian. Maar niet. Nee, je bent niet in die mini, je bent gewoon een normale postuur. Toch? Dus, wat ik hiermee. Wat zeg je? Nou, het is een ijsberg die zo rete groot is dat als je van de Noordpool naar Europa toesleept, dat zeker nog de helft niet gesmolten is. Dus, dan hebben we. Dan hebben we hier zo. Ian, en we hebben. We hebben zo'n ijsberg.
Maar je kan het ook niet zijn. En de ijsberg heeft hier nog een heel groot ding zo onder. Ja, je kan het ook. Oké. Okay. Wat ik wilde bereiken, Ian, Sam, wat ik wilde bereiken is dat jullie het verschil tussen temperatuur en tussen die energieinhoud, dus de warmte die erin zit, dat twee verschillende dingen zijn. Okay. Ander voorbeeld, ik pak mijn fiets, het ding is helemaal wit van de rij, en ik ga dus, die rubberen handvat te pakken, oké, valt wel mee. Maar dan pak ik dat aluminium stuur vast. Is koud. En dan kan ik niet, dus ik doe mijn tong tegen. Oh. Nee, maar... Even terugkomen, die twee dingen, dat handvat en die... dat handvat van rubber, of van kunststof, en dat stuur. Die twee dingen hebben de hele nacht buiten gestaan. Die hebben allemaal dezelfde buitentemperatuur gekregen. Toch voelt de ene, die voelt kouder aan dan de andere. Ze hebben dezelfde temperatuur, maar er is kennelijk iets... Eigenschappen van het materiaal. Die eigenschappen van die materialen. Er gebeurt namelijk iets. Halfgeleiders. Als ik een hand heb... Dat is het wel. Sam. Ja, ik probeer een beetje op tijd door te komen. Dus als je nou eventjes... Yes. Wat er gebeurt als jij zeg maar iets vastpakt wat bijvoorbeeld van ijzer is een geleider. Tegels, die kunnen ook best wel warmte geleiden, 's ochtends als je op de badkamervloer gaat staan. Dan wordt die warmte die jij hebt, die temperatuur, je hebt een bepaalde temperatuur, maar die energie die jij bij je hebt, die wordt dus afgevoerd door het metaal. En daardoor zal de temperatuur, je neemt een stuk energie weg uit je hand, die vloeit dus weg via dat metaal. En dan zal dus ook, zeg maar, de temperatuur, omdat de energie weggaat, zal ermee ook zakken. Vind je dat logisch? Handvat is anders dan het ijzer, want het ijzer beter energie. Ijzer geleid. Is een geleider, ja. En het handvat is iets later. IJzer geleid, is ook een geleider. En die andere is een isolator. Dus die warmte die komt er niet zo heel goed doorheen. Het heeft grote weerstand voor warmte om van de ene plek naar de andere kant toe te gaan. Ja, en dat heeft ook geen ruimte voor elektronen, dus we laten bewegen tot kort. Ja, ijzer heeft vrije elektronen. Dus ja. Dat is een grote gelijkenis tussen elektronen die vrij kunnen bewegen. We hebben het over temperatuur en warmte. Dus twee verschillende dingen. Er zijn drie manieren waarop je zeg maar warmte van de een naar de andere kant kunt laten gaan. En dat is, we pakken even een kop koffie. En net alsof ik hem doorgesneden heb. Zo, alleen het loopt er niet uit. Dat spul is hartstikke warm. En je ziet eigenlijk dit zo naar boven gaan. Zelfs als je een, zeg maar, een soort propellertje zou pakken en dat zou je hierboven doen. Dan zou die gaan draaien. Er is maar één conclusie mogelijk. Dat deze warme lucht, die gaat... stromen naar boven toe. Oké. Dus we hebben dus eentje, dat is stroming. Nog eentje, dat is als je zeg maar, in de buurt komt van die kop. Je doet je hand een beetje weg, je doet je ogen dicht en dan ga je dus tasten of je die kop wel of niet bereikt. Nou, je weet eigenlijk al bijna dat je hem te pakken hebt of niet. Want je voelt in je hand eigenlijk dat je iets warms bijna aanraakt. Het komt omdat dit ding, net als een zonnetje, aan het uitstralen is. En dat zijn die infrarode stralen. En dat is nummertje, dus dit zou bijvoorbeeld nummertje 1 zijn. Dit is nummertje 2. En dat is straling. En nummertje 3 is, als ik dit neerzet op een oppervlak, dan maakt het uit wat voor oppervlak ik heb. Heb ik een ijzeren tafel of heb ik een... dingetje hier, een schuimpje of iets dergelijks, of een kurkje hieronder liggen. Wanneer wordt die sneller koud? Als ik een metalen tafel heb of een kurk? Metalen tafel, omdat je hier dus te maken hebt met dat er door die tafel, hier zo, naar die tafel, geleidt die warmte. Die stroomt als het ware door, zeg maar, ik heb hier een molecuul
En die molecuul die is lekker aan het bewegen. Ja? En als er een molecuul naast komt, die stilstaat. Tim? Ja? Dus die ene molecuul die beweegt en als die andere zo vastpakt, gaat die eigenlijk ook mee bewegen. En als die mee gaat bewegen, gaat zijn temperatuur ook omhoog. En terwijl die dat doet, zal die andere ook meebewegen en het gaat zomaar door. En dat is eigenlijk een geleiding. Dus van die beweging is geleiding van de warmte. Oké, dus dat zijn de drie manieren. Als je gaat kijken naar een plaatje, hebben ze hier staan. Dat is 12.12. Dan zie je een thermoscan. Die thermoscan die hebben ze dus zo gemaakt dat al die drie van die manieren om warmte te verplaatsen, die worden tegengegaan. Dus... even kijken hoe die thermoscan wordt opgebouwd. Hij wordt zo... dit is een zeer slecht en lelijk getekende thermoscan. Maar een van de dingetjes die ze doen is hier de buitenkant, of de binnenkant van die thermoscan, om die met een spiegelend materiaal te bekleden. Dus dit is spiegel. Waarom zouden ze dat doen? Spiegel die weerkaatsen. Weerkaatsing. Dus als ik normaal gesproken hier iets warms heb, koffie bijvoorbeeld, die probeert zo te stralen en die stuit het... gewoon weer terug naar binnen. Dus die straling komt niet naar buiten. Op diezelfde manier kan ik iets hebben wat zeg maar koud is, waarbij de straling van buiten zo hier naar binnen probeert te komen, die stuit het ook weer terug. Dus via straling hebben we geen punt meer. Dan hebben we zoiets van die stroming. Nou, hup, dop erop. Ja, zo simpel is het. En als laatste, geleiding. Wat ze doen is hier een dubbele wand maken. Maar kap eens eventjes. Ja. Heel vaak is dit zeg maar hol van binnen. Is het vacuüm? Ja, vacuüm. Geen lucht of wel lucht. Maar zowel vacuüm als lucht die glijden heel slecht. Dus dan heb je hier dat er via geleiding heel weinig is. Dus die drie dingen die worden tegengegaan. Maar... waar wij natuurkunde wel heel erg mee te maken hebben, is dat je toch geleiding hebt. Want kijk, stel je voor, hier dit dingetje hier zo, we hebben hier van die radiatoren. En die zijn de hele tijd maar warmte aan het inbrengen in deze ruimte. Die ruimte die wordt niet warmer dan bijvoorbeeld 20 graden. Oeh, ja, waarom wordt die niet 40 graden, die ruimte trouwens? Die wordt gewoon stop. Stopt die? Ja. Dat kan. Dat ja, we verliezen. Dat is het antwoord waar ik naar zocht. Tuurlijk, als ik heb allemaal van die thermostaatkranen, maar ik kan hem helemaal openzetten. Al die thermostaten kan ik compleet openzetten. En dan gaat hij ergens op een bepaalde temperatuur gaat hij stoppen. Dan is het namelijk zoveel. De warmte die ik toevoer via die radiatoren is even groot als de warmte die via straling, geleiding en dat soort dingen weggaat. Oké, en wij gaan nu even concentreren op de eigenschappen van die geleiding. En de vraag die we ons gaan stellen is deze. Ik heb een huisje. En ook het huisje, dat teken ik weer heel simpel in doorsnee. We doen deze even dicht. En ik ga concentreren op deze muur. Net als het dan gewoon een kubuswoning is. En hier heb ik dan een kachel. En er komt warmte vanaf. Stel je nou voor dat het hier 0 graden is en hier is het 20 graden. Die warmte die wil altijd naar de plek waar de laagste temperatuur is. Dus puur alleen hier al kijken, weet ik dat er hier iets gaat stromen. Er gaat geen temperatuur stromen, er gaat energie stromen. In joule. En ik weet dus dat als ik hier een kacheltje heb, dan gaat die kachel die gaat dus ook energie inbrengen. En als ik die kachel zo oppak, terwijl die uit is, dan brandt ik de klauwen. En dan ga ik zo kijken, zie ik dingen staan zoals bijvoorbeeld een elektrisch kacheltje, zie ik dingen staan als 230 volt, misschien zie ik wel 16 ampère. En nu komt het, weet je wat, ik doe deze, want dan kan ik hem iets makkelijker uitrekenen. P is gelijk aan 2300 watt. Je staat eigenlijk dat in elke seconde dit ding, want 1 watt is gelijk aan 1 joule per seconde.
Hier staat dus dat in elke seconde 2300 joule hier zo die ruimte ingebracht wordt. Ja. Nou, als die temperatuur 20 graden is en dit ding staat op volle 100% draai, dat betekent dat er zeg maar elke seconde 2300 joule inkomt. Maar ja, de temperatuur die gaat niet hoger, dus er moet dan ook evenveel moet eruit. Die gaat als het ware door de muren heen naar buiten toe. Ja, maar wat nou als die muren dus allemaal zwart geverfd zijn? Wat? Als de muren zwart geverfd zijn, ja, minder, dat is... Gaat minder buiten? Nee. Als je dit helemaal zou bekleden met aluminiumfolie en je wil heel graag in een huis met aluminiumfolie aan de zijkant zitten... En nou, oké. Zullen we even simpel houden? Ik heb gewoon een ruimte, daar wordt zoveel ingestopt. De temperatuur blijft hetzelfde, hij kan dus kennelijk niet meer warmer worden. Of, sorry, ik zeg het verkeerd. De temperatuur kan kennelijk niet hoger. Dan moet er evenveel uitgaan als dat erin gaat. Oké, okay, dit noemen we dus... Maar die hele kamer is dus al één temperatuur? Ja. Okay. Dit noemen we dus zoveel joule per seconde, zoveel joule per seconde die erin gaat, zoveel joule gaat er per seconde uit. Dit noemen we ook een soort P. Hè? Dit is de P van de kachel. En dit is de P, de warmtestroom, de hoeveelheid joule per seconde. En die kun je eigenlijk heel makkelijk uitrekenen. En dat heeft hiermee te maken. P heeft te maken met zeg maar het materiaal waarmee we werken. Is het een isolator of is het een geleider? Nou, er is een bepaald getal in de PINAS. Als jij woont in een huis die gemaakt is van metaal. Ja, als je in een gouden huis zou wonen. Dan gaat het dus heel snel al die warmte uit. Ja. Dan ben je, als je in een gouden huis ben je heel chic, ben je heel gauw, maar je loopt wel de hele dag erin. Ja. We hebben iets te maken met een lambda. We hebben iets te maken met, moet ik ook even spieken? Gelukkig. We hebben te maken met hoe groot de temperatuurverschillen zijn. Als ik hier 20 heb en daar 20, dan zal er geen warmte gaan stromen, want waarom zou het? De temperatuur is hetzelfde. Dus het verschil in temperatuur is ook nog belangrijk. Delta T. Oh ja. Het heeft te maken met het oppervlak. Het oppervlak tussen deze twee dingen. Als ik iets heb met een heel klein oppervlak. Sam? Kan het dan makkelijk zijn temperatuur kwijt aan de buitenkant? Ik verstond de vraag even afgemaakt. De vraag is, stel je voor, ik heb een huis met een heel klein oppervlak. Zou het dan heel makkelijk zijn temperatuur kunnen... Of ze warmte kunnen afgeven aan de buitenkant? Nee, nou in ieder geval minder dan als de groot huis is. Precies, als je een huis hebt met allemaal kasteeltorens en dergelijke, dan zit er heel veel koude lucht op heel veel plekken eromheen. Dus dan is het oppervlak heel erg groot. En dan kan hij dus op veel meer plekken kan hij zijn warmte verliezen. Maar als je zeg maar een huis hebt in de vorm van een bolletje, ja, dan heb je het beste oppervlak eigenlijk. Dan is dat minder. Dus we hebben hier te maken met een oppervlak is belangrijk. En is er nog een factor die misschien zeg maar deze stroom tegenwerkt? Isolering. Isolering. Ja, maar dat heb ik allemaal hier zo in dit, die eigenschap van die muur. Heb ik dat gevangen. De dikte. De dikte, waarom? Nou, het ligt aan hoe dikker het is, hoe moeilijker het is om de warmte eruit te kunnen laten stromen. Correct. Hoe dikker dit is, hoe groter de weerstand is. Voor dat spul om van de ene kant naar de andere kant te komen. Dus dit is eigenlijk de formule die mij aangeeft wat precies die warmtestroom is. Ja, mama. Maar delta T maakt niet uit als de delta is van graden is. Het heeft geen invloed op het. Zeg maar het verschil niet, inderdaad. Want of ik nou in Kelvin doe, omdat die stappen even groot zijn, zijn die verschillen ook even groot. Ja, Pinda? Oh nee, sorry. Kijk even mee nog. Ja. Oké, deze hier. Gaat goed. Die kun je zoeken in de PINAS. Ja, maar je hebt gewoon 2 uur keer I nodig. Dat heb je net ja, dat heb ik net uitgekregen. U staat voor de hoeveelheid volts, de spanning. Dit is U. En I is ampère. En I is de hoeveelheid ampère. Nee, dat is stroomsterkte. Ik heb deze twee met elkaar. Ja, I is de stroomsterkte. U is de spanning. Dit is spanning. Spanning? En deze noem je stroomsterkte.
En wat ik hier eigenlijk al gedaan heb, is natuurlijk P power is gelijk aan de U keer de I. P is altijd in. Ja. Soms willen ze hem geven in kilowatt, maar dan ben je zelf zo slim. Dus je zegt, hey, kilo, no go. Alleen 1 kilo, die gebruiken we wel. En dat is met gram erbij. Kilogram, yeah. En al die andere kilo's, die moet je omschrijven. Kien, dat de ding is. Dus als ik 1 kilowatt heb, dan weet jij van nee, ik wil werken met wat. Dus dan moet ik 1 keer 10 tot de derde. En welke kan wel? Kilogram. Kilogram is oké. Okay. Nou, bijvoorbeeld als je zwaartekracht gaat uitrekenen. Weet je nog, FZ is gelijk aan massa keer G. En dan zeg je van die massa, die wil ik altijd in kilogram hebben. Ja, dat snap ik. Maar al die andere dingen waar kilo of milli of centi of dat soort dingetjes voor staan, die moet je eerst even naar de hele eenheid terugbrengen. Goed, dit ziet er weer uit als een hele hoop geklieder. Nou, wat mooi. Gewoon een kunstwerk. Nou, daar ben ik weer heel blij mee. Dank jullie wel. dit is Bina's nummer. Waar begint het? 7, 8, 9? Nee, 7 is de eenheden. De constante. En deze hier, die vertelt je bij 8 en bij 9, meen ik ook, over vaste stoffen. En daar zul je een warmte-geleidingscoëfficiënt vinden. Dat is een kleine A. Welke Bina's? Bina's 8. 9 en wellicht zelfs 10. Warmtegeleidingscoëfficiënt. Die warmtegeleidingscoëfficiënt die vertelt je eigenlijk hoe makkelijk die warmte van de ene kant van de muur naar de andere kant wordt doorgeleid. Yes? En op basis hiervan, eigenlijk kun je hem omdraaien. Stel je voor, ik heb hier een temperatuur en ik heb daar een temperatuur. Ik heb een oppervlakte gekregen en ik heb een dikte van een muur. Dan kun je op basis van hoe snel die warmte wegloopt, kun je eigenlijk al voorspellen van welk materiaal dit gemaakt is. Dus datzelfde verhaal van het huis van goud, waar het in zit, waarbij die warmte als een idioot eruit gaat, dan kun je met je delta T, met je A en de dikte van de muur en het vermogen, kun je zeggen van, oh jongens, dan gaan we eens eventjes vannacht een stukje muur weghalen. Oh, wie is dat? Leuk, oh. Ja, vertel. Heeft dat een bepaalde eeuw? Je moet opgehangen, hè? Ja, zeker. Therapie. Oké. Goeie vraag. Zien jullie wat de eenheid hiervan is? Wat? Ik wil de eenheid van deze lambda wil ik weten. Wat per meter per kelvin? Oké, wat meter Kelvin? Met keer Kelvin. Doe hier wat? Deel door m, dan keer Kelvin. Had ik gisteren gezien. Ja, per Kelvin. Nee, gewoon dat is gedeeld en dan keer Kelvin. En zit er gelijk, Lisa. W. En min 1 K min 1. Oké. W, M, min 1, K, min 1. Ja. Maar hij, ja. Gisteren had ik... Nee. En. Wat per ja. Zo is prachtig. Nee. Dit is gewoon... Dit is gelijk als W, M, K. Even, zullen we even controleren? Ja, ja, nee, klopt, dat klopt. Ja, ja, ja. Stel je voor, ik doe hier P. Dan moet ik aan deze kant wat krijgen. Nee, maar ja. Dan heb ik hier wat... keer meter, dit is meter kwadraat gedeeld door meter, dus hier blijft meter over. De meter valt hier weg. Die Kelvin, die valt ook weg. Ga hem even invullen. Wat is gelijk aan, wacht even, we doen even van die haakjes, want dit mogen we officieel niet doen. Keer wat meter Kelvin. Keer, en dan doe ik dit even zo. Keer meter kwadraat. Keer Kelvin. Keer. Of 1 gedeelte meter. We gaan eventjes de Kelvin. Ik zie Kelvin onderstreep, bovenstreep. Pap, pap, pap. Pap, pap, pap. Weg. Ik zie meter boven de streep.
meter bovenstreep, meter onder de streep. Dit is een... Toch, want dit is kwadraat, kan ik het kwadraat weghalen. Heb ik hier een meter, daar een meter, die kan ik dan... Blijft over wat is wat. En dat is okidoki, hartstikke mooi, fijn, goed, geweldig. Gaaf. En dit is eigenlijk al hetgene wat ik jullie wilde vertellen. Ja, het is, we zijn mooi op tijd.